Met nog 2 weken tot de verkiezingen doen de partijen er alles aan om de kiezer over te halen vooral op hen te stemmen. Blijf op de hoogte van alle politieke ontwikkelingen met het RTV Dordrecht verkiezingsjournaal Dordrecht Kiest, dat iedere werkdag wordt uitgezonden. Vandaag komt de Dordtse burger aan het woord. We legden de vraag voor in hoeverre men op de hoogte is van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Meneer, wat merkt u van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing? Ik merk er niet veel van, alleen wat in de krant staat. Voor de rest merk ik er niet veel van. Maar daar vind ik het moeilijk. Het is niet altijd zo makkelijk om te kiezen. Je hebt zoveel kandidaat. Dat vindt het. Nou, daar hou ik niet zo maar mee op. Nee? Nee. Ik ga wel stemmen in de 21ste, dat wel. En bent u er al uit op welke partij u gaat stemmen? Ja, maar dat hou ik voor mijn eigen. Meneer, wat merkt u van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ik woon in het centrum, dus daar zie ik wel regelmatig mensen met D66 jassen en VVD. Dat is het enige wat ik zie, maar ik word er niet op straat op aangesproken. Ik heb gisteren wel mijn stempas ontvangen, maar verder heb ik er nog niet zoveel van gemerkt. Wel een paar billboards gezien, maar dat is eigenlijk alles. Weinig tot niks. Toevallig zag ik er 3 lopen van de D66. En vorige week een paar, maar voor de rest helemaal niks. Ik heb er nog niet veel gehoord of zelf interesse in, laatst al zeggen. Dus ik heb weinig mening over. Dus, Een beetje moeilijk hoor, want ik ben nog niet echt op de hoogte met die gemeenteraadsverkiezingen. Een campagne. Ik zie een hoop posters, maar voor de rest hou ik niet heel veel. Nou, daar hou ik mezelf helaas niet zo mee bezig. Helaas? Ja, ik weet er niet zoveel van af. Oh, ik heb er nog weinig van meegekregen. Ja. En op welke bent u er al uit op welke partij u straks gaat stemmen? Nee, nog niet. En hoe komt dat? Ja, ik heb er nog niet in verdiept. Ik heb van de week de stempas binnengekregen, dus ik ga maar eens even goed kijken. Wat merkt u tot nu toe van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ik heb nog helemaal niks gemerkt. Bent u al uit op welke partij u gaat stemmen? Ja, dat weet ik al lang. En gaat het dan om de ideeën of om de persoon van die partij? Nee, om de ideeën en ook wel om de persoon, maar de ideeën gaan voor. Ik weet dat er gemeenteraadsverkiezingen komen, maar ik heb me er nog niet in verdiept. Eigenlijk niet zo heel veel. Komt dat? Ik lees niet zoveel kranten, denk ik. Je ziet af en toe wel de posters natuurlijk aan de borden langs de weg, maar verder nog niet heel veel. Nee. Weinig. Als je wat van merkt, dan lopen ze vaak voor je voeten, maar ja... Dat is zo, maar je hoort er weinig van. Inhoudelijk hoor je er weinig van. Dus, Wat merkt u van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen? Nog helemaal niks. Ik heb alleen de borden zien staan langs een paar plaatsen. Maar de rest niks. Nou, vooral in de sufferblaadjes. Dus de wekelijkse blaadjes zie ik. Wat merkt u van de campagne Niet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen? Niets. Kort antwoord. Nou, niets. Ik kan er niet meer mee van maken. En bent u er al uit op welke partij u gaat stemmen? Ja. En gaat het dan om de persoon van die partij of om de ideeën? Stemwijze. Nog 1 keer? Stemwijze. Stemwijze. Ja, die heb ik gedaan. Ja, en bij welke partij bent u uitgekomen? CDA. En gaat u de stemwijze volgen? Ja, die ga ik zeker volgen. Hallo. Ja, en wat doet die partij dan beter dan de andere partijen? Wat ik ingevuld heb, gingen ze sky-high omhoog. Dus ja, dan schijnbaar heb ik een christelijke inslag. Ja, eigenlijk nog niks. Ik heb het nog niet doorgehad. Ik weet dat ik mijn stembiljet gisteren heb gehad, of eergisteren. Maar voor de rest nog niks. Ja, ik heb er nog niet veel van gemerkt. Ik heb wel een hoop mensen zien lopen, maar nu is hier vandaag ook weer niemand. Dus het zou toch een goede gelegenheid zijn om nu ook in de stad rond te lopen om wat mensen folders uit te delen of wat dan ook. Nou, toevallig dat ik vanochtend 3 D66'ers hier zag zitten in het café. In het café? Dat, ja, en dat was al vrij vroeg, dus dat viel me op. En zaten ze aan de drank? Ik heb daar niet op gelet, maar dat zou heel goed kunnen. Volgens mij moet indrinken, denk ik. Ja.